De scheidende minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, heeft vandaag het beheer over het ministerie aan de minister van Justitie en Politie ad interim, Ferdinand Welzijn, overgedragen. De ondertekening van het protocol van overdracht vond in bijzijn van de directeur van Justitie en Politie, Humphrey Chinlipshi, plaats. Na de protocolaire ondertekening overhandigde minister van Dijk-Silos het huidige organogram, het conceptbeleidsplan 2060-2020, de begroting van het dienstjaar 2016 en het document van de realisatie van de dienstonderdelen aan minister Welzijn. Sinds 12 augustus 2015 was het beheer van het ministerie in handen van Dijk-Silos. Vanaf vandaag zal minister Welzijn waarnemen totdat er een nieuwe minister wordt benoemd. Hij is ook minister van Handel en Industrie.